De vraag van deze week is: wat was jouw plek in het gezin waarin je bent opgegroeid? Was je de oudste? Was je de jongste? Zat je er ergens tussenin? En vertel eens even wie je broers en zussen zijn. En ook, wat was jouw rol in het gezin? Was je de oudste en moest je voor jongere broertjes of zusjes zorgen? Hielp je ouders bij het organiseren van verjaardagsfeestjes? Van de partijtjes van je broertjes en zusjes? Of was je de jongste en werd je misschien wel half opgevoed door je oudste zus? Dit is een vraag die ik eigenlijk altijd wel stel bij het vastleggen van een levensverhaal. En die meestal mooie verhalen oplevert. Ik ben Marjolein van den Veeken, videomaker van levensverhalen. Ik help families met het vastleggen van levensverhalen en familiegeschiedenis op video. Ja, wat ik merk is dat het stellen van goede vragen mooie gesprekken kan opleveren. Het is goed om daar af en toe eens de tijd voor te nemen. Om eens een keer een ander gesprek te voeren. En eens wat meer te horen over het leven van de mensen die dierbaar zijn. Dus met deze video en elke week een nieuwe vraag wil ik je daar toe inspireren. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt, of je wel eens een vraag stelt. En hoe je de gesprekken ervaart die je dan hebt met je dierbaren. Laat het me weten hieronder in de comments. Leuk om van je te horen.